Dit is Toogpraat met Tom van Grieken. Een unieke politiek incorrecte podcast. Geen taboes, geen woke onzin. Gewoon een gesprek. Opgelet, sommige meningen kunnen kwetsen en dat is niet ons probleem. Goedendag en welkom bij een nieuwe reeks van Toogpraat. Deze keer geen gasten van buiten het Vlaams Belang, maar echte Vlaams Belangers die aan mijn toog komen staan. Ik stel ze graag aan u voor. Mijn eerste twee gasten zijn de lijsttrekkers voor het Vlaams Belang in de prachtige provincie West-Vlaanderen. Voor het Vlaams Parlement is dat Emmanuel de Reuze en voor de Kamer is dat niemand minder dan Wouter Vermeers. Dag Tom. Welkom in mijn klein cafeetje. Voor de trouwe luisteraars en kijkers, wat jullie ook ongetwijfeld zijn, weten dat ik altijd begin dat ik een favoriet drankje van de gast of gasten laat klaarzetten. En voor u, Emmanuel, is het een Rodenbach. Uiteraard, beste bier ter wereld, zeg ik niet alleen, zegt ook Michael Jackson, de bierkenner. Maar het doet me natuurlijk ook aan mijn thuisstad denken. Een pittig bruintje van Roeselare, maar ook aan de Vlaamse beweging natuurlijk, want Albrecht Rodenbach was ook een van de talen van deze familie. En heb je een specifieke Rodenbach, degene die standaard is, of is er nog eentje eigenlijk nog iets meer je voorkeur wegdraait? De Grand Cru die draagt natuurlijk mijn voorkeur. Dat is echt de Rodenbach zoals hij vroeger was, op zijn best. Voilà. En dan Wouter, ik zie ook iets typisch van Kortrijk, vermoed ik, een whisky sour. Ja, dat drink ik is Kortrijk, inderdaad. Ik drink graag whisky, ik ben wel een whisky drinker. Ik hou ook van citroenlimonade. En de combinatie van de twee, van de beide werelden, maakt het net lekker en leuk. En ik zie ook, trouwens, het valt mij op, dat we beiden voor een drankje gaan met een zacht, zure smaak. Dus in die zin zijn we wel een beetje op elkaar afgestemd. Maar zo'n whisky, ik deed het vroeger ook wel eens, ben nu een geheelonthouder. Maar ja, dat komt toch wel stevig aan. Het is niet dat je er s'avonds er eentje doet. Ik slaap altijd heel slecht. Ja, het is uiteraard al slaapmutsje. Ik ben ook geen wilde drinker. Absoluut niet. Nochtans, burgemeesters van Kortrijk kunnen... Dat is iets helemaal anders. Ja. Daar gaan we misschien straks nog over hebben. Ikzelf hier heb mij een Brugse Zot. Dat is een alcoholvrij biertje uit Brugge. Ik heb die mensen ook bezocht bij de sympathieke brouwerij De Halve Maan. Zeker de moeite. En ik stel voor we eraan beginnen, eens te klinken. Gezondheid, heren. Gezondheid. Corner de kant hier. Ching, ching. Gezondheid. 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 Voor trouwe kijkers en luisteraars weten dat er een beetje structuur in zit in ons café. De partij is ook voor een beetje recht en orde. We hebben altijd drie rondes. Ik herhaal ze nog eens. De eerste is eigenlijk, eerste ronde één is, wat gaat het zijn? Wat zal het zijn? Dan hebben we, de gast heeft dan een vraag voor mij. Jullie hebben iets in gedachten dat jullie altijd aan mij willen vragen. De tweede ronde is, pak er een van mij. Dan heb ik wat vragen voor mijn gast. En dan ronden we af met wie gaat hier eigenlijk de rekening betalen. En dan blikken we eens wat vooruit. Wat zijn nu de grote politieke of maatschappelijke uitdagingen 2024? Of wie weet zelfs verder. En afsluiten doen we met wat iets ludiekere vragen om jullie wat beter te leren kennen. Okay. Zijn jullie er klaar voor? Ronde 1. Wat zal het zijn? De gast legt Tom een vraag voor. Goed, dan luister ik naar de vragen die jullie hebben meegenomen. Wie bijt de spits af? Well, ik misschien een duidelijke vraag. Stad of parking? Antwerpenaars worden vaak dikke nekken genoemd. Ja. West-Vlamingen binnenfretters. Tom, wat denkt u nu echt van de West-Vlaming? Wel, ik denk ten eerste waar ik uit de wereld wil helpen. Antwerpenaren spreken niet over de parking. Dat is iets wat ik alleen maar hoor als Antwerpenaar als ik buiten de provincie Antwerpen kom. En ik zie mijn stad echt, Antwerpen en de provincie, bijzonder, bijzonder graag. Maar ik heb ook heel veel vakanties in West-Vlaanderen doorgebracht. En ik vind die West-Vlaamse mentaliteit ook wel een heel, heel mooie mentaliteit. Het zijn werkers. Het zijn mensen die vooruit willen in het leven. Vaak no-nonsense. Maar de keerzijde, en daar heb je al aangehaald, Wouter, is wel dat het binnenfritters zijn. De clichés zijn er met een reden. Ja. Entrepreneurs zijn een beetje onbescheiden. Dat is een cliché. Met een reden. En dat geldt eigenlijk ook voor West-Vlaanderen. Want ik heb een vakantiewerk, zoals het gaat, in de horeca, in de zomervakantie. En daar heb ik de uitdrukking geleerd. Tom, maak maar een vuist in je broekzak. En ik dacht, maar waar deed die mensen het nu toch in hemelsnaam over? En dat betekende dat je gewoon, ja, houd je woede maar voor u zeg, voor u, en doe maar voort. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, want ja, Antwerpenaren zijn misschien wat blazers, maar het is op zijn minst wel uit...
Ja. West-Vlamingen, zeker als het over emotionele dingen gaat, ik mag me tegenspreken. Hè. Wel, blijf er iets te lang mee zitten. Laat ons misschien één ding afspreken. Ja. We gaan proberen vandaag dat cliché dat wij binnenfretters zouden zijn, gaan we proberen te keren. Vandaag. Ah, voilà. Dat gaat op kracht. Dus ja. Als je dat herkent, alles in heel tijd maar uitspreken is ook niet echt heel al te aangenaam. Nee, dat kan ik u dan natuurlijk ook aantonen. En Imano, wat heb jij voor een vraag bij voor mij? Ja, Tom, ik wil u eigenlijk wat beter leren kennen. Welke film of welke boek heeft het meest indruk nagelaten? Want ik dacht, ja, vroeger als jonge man, maar ondertussen bent u ook papa geworden. Misschien is het wel een tekenfilm, ik weet het niet. Ik ben benieuwd. Ik moet zeggen dat die tekenfilmpjes van Disney of God het wat, die steken verdomd goed in elkaar. Best interessante spanningsboog en zo. Er zijn niet veel boeken dat mij echt geïnspireerd hebben, maar ik heb het is een heel stom clichéboek. Ik weet eigenlijk niet of ik het iedereen zou aanraden, maar het boek is van Dale Carnegie. En het is een klassieker in marketing en verkoopspraatje. Zo maakt u vrienden en goede relaties. En toen ik aan dat boek in het begin begon, dacht ik, oh, wat een Amerikaanse onzin, wat een blazer. Superlatief en rentwerpenaar. Maar er zaten enkele leuke levenslessen in, die op een of andere manier ik ben blijven onthouden. En het misschien een tip voor iedereen die ooit aan politiek wil doen. Als je in ieder gesprek... toon oprecht interesse in iemand. Als je een gesprek voert, en mensen voelen dat ook met politici, ze praten wel mee, maar eigenlijk zijn ze aan het zien, ah, die moet ik nog een hand geven en daar. Mensen voelen dat. En is dat ook helemaal niet interessant, dat gesprek. Je steekt er ook niks mee op. Dus als je met iemand spreekt, hoe lang en hoe kort, wees oprecht geïnteresseerd en probeer eender welk gesprek dat je aangaat, iets te leren van die persoon. Iets te weten te komen. En je moet je niet proberen altijd te overtuigen, maar begrijpen hoe die persoon naar bepaalde zaken kijkt en hem beter begrijpen. En zo leert je altijd iets en is geen enkel gesprek aan betaald. Want je kunt er altijd iets uit leren. Wij hebben al iets bijgeleerd nu. Ah, voilà. Je kunt allemaal die boek bestellen ineens. Ja, ja, ja. Amazonbol.com, die een boek ineens uitverkocht. Ja. Voilà. Maar ik moet wel zeggen, het is wel een hoop verkoopspraatjes en Amerikaanse rommel erbij, maar het heeft toch een verschil gemaakt. Maar echt geïnteresseerd zijn is altijd goed, hè? Voilà. En je leert over zoveel verschillende onderwerpen iets bij. Ja, en het is wat het, die politieke tegenstanders vaak zeggen, dat het Vlaams Belang nog eens verkiezingen wint. Ja, nu gaan we nog wel eens echt naar de mensen moeten luisteren. En één politiek voorbeeld, mensen komen terecht met hun bezorgdheden dat hun buurt vervreemd, het steeds meer onveilig wordt. En dan luisteren die echt het probleem, ze willen dat die straat opgekuist wordt, dat die criminelen worden aangepakt. Nee, ze doen dat als ze luisteren, maar die linkse komen eraf. Maar ja, misschien hebben die criminelen te weinig kansen gehad. Misschien is het toch wel een heel racistische omgeving. Dus eigenlijk luisteren ze niet naar de problemen. Ze zoeken excuses om niet te luisteren naar de mensen. Het is duidelijk dat onze tegenstrevers het boek niet gelezen voilà. Hebben. Ja. Misschien moet ik ze niet aanraden. Niet kijken naar deze podcast. Goed, dan zijn we eigenlijk al aan ronde 2. Ronde 2. Pak er een van mij. Tom heeft een vraag voor de gast. Een vraag aan jullie beiden. Het Vlaams Belang doet het goed in heel Vlaanderen. De peilingen geven ons mooie resultaten. Voetje op de grond moet het nog wel waarmaken. Maar waarom moet het Vlaams Belang specifiek in West-Vlaanderen zo goed scoren? Ja. Ik denk dat wij politiek strategisch een heel belangrijke provincie zijn. Een wingewest ook voor de partij. En dat wij heel belangrijk gaan zijn om extra zetels bij te dragen aan het feit dat wij de grootste partij van Vlaanderen moeten worden, maar ook in zetels. En daar zal West-Vlaanderen natuurlijk een heel belangrijke rol spelen. We hebben ook heel sterke kandidaten die wij nu naar voren schuiven. En we hebben toch een aantal thema's die vooraan de politieke agenda staan. Bijvoorbeeld de wildgroei aan asielcentra, maar ook de grenscriminaliteit die nu toeneemt. Problemen waar wij een duidelijk standpunt over hebben en waar de West-Vlamingen ook verwachten dat dat politiek vertaald wordt. En die twee zaken, het feit dat wij dat breekijzer moeten zijn tot de Vlaamse regeringsvorming, het feit dat die thema's eigenlijk vooraan de politieke agenda moeten staan, maakt het belangrijk dat mensen in West-Vlaanderen voor het Vlaams Belang stemmen. Nou, toen wil ik een beetje denken, toen ik in de tijd mijn vakanties doorbracht in West-Vlaanderen, een kleine 20 jaar geleden, dan zeiden, was ik ook al politiek actief. En dan zeiden de sympathieke West-Vlamingen, ja, Tom, je hebt eigenlijk wel gelijk, maar ja, dat is die problemen. Dat is in Antwerpen en in Brussel. Bij ons is alles nog goed. Maar zien nu 20 jaar later en de problemen waar wij in 2000, 2006 over spraken in Antwerpen en in Brussel, zijn vandaag in vele centrumsteden. Niet waar, dat is eigenlijk terecht. En Wouter zegt natuurlijk het belang dat onze partij goed scoort. Voor belang is ook van groot belang is nationaal gezien, maar eigenlijk vooral voor de West-Vlamingen. Want wij zijn de beste garantie om een leefbaar West-Vlaanderen te houden. En ik denk dat eigenlijk de kiezer het eigen belang best voor ons stemt. Wij willen voor die veiligheid zorgen, wij willen die sociale component, wij willen dat West-Vlaanderen ook Vlaams blijft. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat dan inderdaad doen.
Dat we tonen wat is het belang. Wij willen de Dam zijn tegen inderdaad wat in die grote steden jammerlijk genoeg al op veel plaatsen een feit is. He, die vervreemding, die eenzaamheid in onze straten, waar mensen zich niet meer thuis voelen. Ik denk dat de West-Vlaming dat goed beseft. En ook bij de vorige verkiezingen al was het een duidelijk signaal. De eerste uitslag die binnenkwam, ongetwijfeld iedereen herinnert het zich nog. Diksmuiden. Ja. Echt wel. De poort naar de Westhoek, waar dat de mensen wel heel goed wisten waarop stemmen we Vlaams Belang. Ja. Ik weet nog, ik zat toen in de auto en ik werd gevolgd met allemaal webcams, met VTM. En achter mij zat onze politiek secretaris, Michel. En ik zeg, Michel, heb je dat gezien, die score? Ja, welke gemeente? Die met dat torenke in West-Vlaanderen. Ja, ja, ja. Verwijzend naar de IJzertoren, ja, Diksmuiden. Dat was, ja, onvoorstelbaar, maar het was een voorbode van een geweldige avond. Prachtig. Ja. En we zien, niet alleen toen, in 2019, heel veel nieuwe mensen. Onze partij groeit en groeit. En eigenlijk heb ik hier twee mensen voor mij die eigenlijk symbool staan voor eigenlijk wat het Vlaams Belang is. We hebben iemand, Immanuel, vanuit de beweging. Je zet een stamboom. Nationalist, die met de paplepel ingeven. En dan Wouter, die een andere partij ook nog heeft aangedaan. We kennen elkaar uit onze studententijd, eigenlijk. En eigenlijk, ze hebben eigenlijk de perfecte symbiose als lijsttrekkersduo, wat eigenlijk staat voor die nieuwe kiezer. Heb jij het idee, Manuel, dat het Vlaams Belang nu in de groei, dat wij onze principes hebben verloochend in de zucht naar meer stemmen, naar groter worden? Nee, daar kan ik duidelijk nee op zeggen, anders was ik hier waarschijnlijk ook niet vandaag. Ik ben inderdaad, zoals je zelf zegt, Tom, een stamboek Vlaams nationalist. Ik heb het thuis met de paplepel meegekregen, maar toch met de nodige vrijheid om mijn eigen weg te gaan. En ik heb die weg gekozen. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de Vlaamsbeweging, vanuit de jeugdbeweging, de studentenvereniging. Maar op mijn 16e verjaardag, kort ervoor, ben ik lid geworden van onze mooie partij. Ik heb die gevolgd. Het is een militante partij gebleven, maar ook trouw aan de principes. En ik denk dat dat van het grootste belang is. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet moeten openstaan voor nieuwe mensen, anders groeien we onmogelijk. Mensen komen bij ons, willen ons vervoegen en geven onze partij vleugels. Dat is van belang. En ik geloof ook eigenlijk dat dat beginsel vast zijn, dat dat geapprecieerd wordt door de kiezer. Mensen, wij zijn politieke beesten, hè. Wij zijn politieke obsedees, politieke nerds misschien, willen alles gelezen en gezien hebben. Maar mensen zijn misschien niet zo hard met politiek als in het parlement mee bezig, maar begrijpen wel wat authentiek is. Dat je gewoon wat je zegt, dat je ook meent dat je hoofd en hart hetzelfde zijn. Zeker. En dat werkt, denk ik. Zeker. We hebben tegenslagen gehad doorheen onze geschiedenis, maar we zijn inderdaad beginsel vastgebleven en dat wordt beloond. En dat zeggen de mensen ook. Het mooie dagen gehad. We hebben nu terug hele mooie dagen en hopelijk klaart de zon aan het einde. Vooral voor Vlaanderen, hè. Maar in 2014 was het wat minder, maar toen zijn we ook beginsel vastgebleven. Ik denk dat dat wel belangrijk is. En Wouter, ik doe je oneer aan om te zeggen dat je een nieuwlichter zou zijn, want in 2014, niet veel later, heb je onze rangen ook vervoegd. Eerst op het Europese parlement, als inhoudelijk medewerker. En ja, uit je vorige politiek verleden, ja, waart je de band die altijd de kaart ook nee, resoluut voor Vlaamse onafhankelijkheid en tegen het cordon. Ja. Aangezien dat je een van de eerste waart die in 2014 mee op de Tomtrein sprong, heb je nu het idee van, kijk, ik zie er velen die nu ons aansluiten bij dat Vlaams Belang en zien de echte verandering. Het kan alleen met Vlaams Belang. Ja, inderdaad. En ik denk dat ik in die zin ook wel wat een antipode ben van Immanuel. In de zin dat ik via zelfstudie, ik las interviews toen ik 16 jaar was van Pim Fortuyn. Wow. Ik las toespraken van Vlaamse manifestaties en ik zei, die mensen hebben eigenlijk gelijk. Dat is ook mijn mening en ik wil die ook mee verkondigen. En dat zien we vandaag nu ook, als ik het trek naar vandaag. Wat mensen zoeken in politici, is dat ze duidelijke taal spreken, dat ze ook oplossingen aanreiken en dat ze de problemen vooral niet uit de weg gaan. En dat apprecieer ik enorm in het Vlaams Belang, dat wij de problemen bij naam noemen. En dat is denk ik ook de kracht van de partij, dat mensen verwachten dat politici duidelijke taal spreken. En er is maar één partij die dat vandaag doet, op een heel duidelijke, ook een communicatief heel goede manier, waar wij eigenlijk het gevoel die leeft bij de bevolking, dat wij dat ook gaan vertalen. Maar de beste propaganda is de realiteit. Hè? Ja, kijk een keer links en rechts, kom de deur uit en dan weet je... We zijn net van West-Vlaanderen. Vroeger was dat een ver van ons bedshow, maar eigenlijk zijn de grootstedelijke problemen, Oostende, Kortrijk, Roeselaar, zelfs in Brugge en dergelijke meer, worden we zelfs in de kleinste gemeenten voelt men niet alleen de migratiedruk, maar ook de onveiligheidsdruk, waar men dan geen migratieprobleem heeft
men dan een inbrakenplaag en dergelijke meer. Dus die problemen zijn allemaal aan de dorpel gekomen van de West-Vlamingen, van alle Vlamingen. Eigenlijk is het de stempel van de CD&V, de stempel van Nicole de Moor, die dat mens gewoon niet stoppen tot heel Vlaanderen lijkt, op Brussel met allemaal kraakpanden en asielzoekers die op de straat zitten. Ja. Dus die hebben we daar zeker en dat moeten voorop werpen. Nog een slotvraagje is misschien voor jullie, voor deze ronde. Er zijn ook ondertussen parlementen, er zitten diverse commissies. Wouter, jij zit in de commissie begroting. Waar komt eigenlijk die interesse van cijfers vandaan en brengt het Vlaams Belang daar een uniek verhaal of een beetje meer van hetzelfde? Ja, ik ben gebeten door economie. Ik wou altijd economie studeren, zowel als ik in het middelbaar zat, secundair, als in het hoger onderwijs. En vooral wat mij aantrekt in de cijfers, is het feit dat cijfers nooit liegen. Men kan in de politiek veel zeggen, men kan ellenlange filosofische debatten houden, maar als het over de cijfers gaat, dan kan men de realiteit niet ontkennen. En dat is een aangename manier, alleen wat ik toch aangenaam vind om aan politiek te doen, is om politiek te doen natuurlijk op basis van de feiten. En in zo'n commissie financiën heb je een begroting, heb je natuurlijk de feiten bij u, maar ook vooral een helikoptervisie. Want natuurlijk, als het over asiel en migratie gaat bijvoorbeeld, zien we nu dat die kost meer dan 1 miljard euro bedraagt. Ja, dat zijn cijfers, feiten waarmee wij de bevolking kunnen confronteren, onze mensen, onze kiezers, en zeggen, kijk, dit loopt hier de spuigaten uit. Dus eigenlijk, gedekt door feiten, kan men veel beter aan politiek doen. En vandaar ook mijn enorme interesse voor die cijfers, de begroting. Wat eigenlijk een saai onderwerp is, maar het... Ik denk dat het de taak is van een politicus om van die saaie, moeilijke onderwerpen om die begrijpbaar te brengen. Bijvoorbeeld dat feit van die asielfactuur, dat is voor iedereen heel goed begrijpbaar, omdat iedereen zijn eigen facturen ziet stijgen. En dan is er één post waar men blijkbaar nooit op bespaart, waar dat er altijd geld genoeg voor is. En dat men moet helemaal geen economist zijn of begrotingsspecialist om dat te begrijpen. Ja, en dat terwijl steeds meer mensen hun rusthuisfactuur niet kunnen betalen. We zien een verouderde, vergrijzende bevolking die kostprijs loopt ook op. En dan komen we ook op uw terrein, in uw commissie. Ik ben bijzonder trots dat wij het identitaire verhaal hebben kunnen koppelen aan een sociaal verhaal. We sterken sociale zekerheid en zorg. Ja, nationalisme zal sociaal zijn of het zal niet zijn. Heb je het idee dat wij een unieke stempel kunnen drukken in uw commissie, waar jij actief bent, Manuel? Ja, het is eigenlijk ook zo belangrijk. Ik ben misschien de meest volkse van ons, maar ik zit graag op café tussen de mensen, dan hoor je de verhalen en de verhalen gaan natuurlijk over die grote problemen en die zien de vervreemding afkomen, maar ten einde komt het altijd op hetzelfde neer. We hebben geen plaats in het rusthuis, we hebben niemand die we kennen die geen plaats heeft in de jeugdhulp. Dat zijn eigenlijk die kleine problemen van de mensen die toch naar boven komen en die dan ook vragen aan ons, wat kan het Vlaams Belang daaraan doen? En dan willen we natuurlijk ook, en de slogan eerst onze mensen bevat dat natuurlijk goed, dan zeggen wij, kijk, eerst moeten onze mensen geholpen worden op allerhande vlakken, maar ook vooral op sociaal vlak, want dat is heel belangrijk. Dat is het dagdagelijks wat de mensen ondervinden als ze moeten een halve dag verlof nemen om met hun grootmoeder boodschappen te doen omdat ze niet meer weg kan, terwijl dat er eigenlijk een dienstencentrum om de hoek zou kunnen zijn die dat kan opvangen. Heel wat zaken waar onze mensen mee geconfronteerd worden, en dat is belangrijk. En dan zien we inderdaad die tekorten, geld, veel gaan naar migratie. En dan zijn onze eigen mensen die in de kou blijven staan. Veiligheid, onze oudere mensen, maar ook onze jeugd, durft de straten niet meer opgaan. En dan zien we dat de politie te weinig krijgt. En zo is eigenlijk het volledige verhaal van onze partij een sociaal verhaal. En zoals je zegt, Vlaams Belang zal sociaal zijn of zal niet zijn. Voilà. Zullen we eens een beetje vooruitblikken naar 2024 en misschien ook wel wat verder? Ronde 3. Wie gaat de rekening betalen? Wat zijn de grote uitdagingen van de komende generaties Vlamingen en waar moet het Vlaams Belang volgens u, Wouter, echt massaal op inzetten? Wel, mijn drijfveer in de politiek is het feit, het besef dat dit land volledig vastgelopen is en dat we eindelijk dit land een keer in een nieuwe plooi moeten leggen. En vandaar ook mijn keuze voor het Vlaams Belang, omdat wij de enige partij zijn die voor dat meer Vlaanderen gaat. En ik ben ervan overtuigd dat we pas België of Vlaanderen in het bijzonder in een andere plooi kunnen leggen als we eerst zoveel mogelijk bevoegdheden naar het Vlaamse niveau halen. Dus dat is de uitdaging om dan
Dat is het grote probleem, om dan uiteindelijk de kleine problemen van de mensen te kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld, wij kunnen mensen meer loon voor hun werk geven als we ons fiscaal systeem op Vlaams niveau zouden organiseren. Wij kunnen beter zorgen in Vlaanderen en meer geld geven als wij een aparte sociale zekerheid hebben. Dus als wij die kleine problemen van de mensen willen oplossen, moeten we eerst het grote probleem oplossen en dat is België. En het Vlaams Belang heeft daar in zijn beginselverklaring een heel duidelijk standpunt. Wij gaan daar absoluut voor. Dat moet het einddoel zijn om zoveel mogelijk en liefst alle bevoegdheden naar Vlaanderen te halen. En voor u, Manuel? Ik kan eigenlijk maar beamen wat Wouter zegt natuurlijk, maar aansluiten zal het belangrijk blijven. Ik blijf op dat sociale hameren, is dat we vooral de zorg toegankelijk en betaalbaar maken naar de toekomst. Dat is heel belangrijk. We willen toch een coherent volk, een volk die solidair is onder elkaar. Dat blijft voor mij echt een heel belangrijk streefpunt, maar natuurlijk als Vlaams nationalist in een onafhankelijk Vlaanderen, waar we zelf de keuzes maken, waar we heen willen, met ons sociaal beleid, maar ook met ons veiligheidsbeleid, met ons identitair beleid. Heel belangrijke zaken die eigenlijk allemaal één geheel vormen. Ja. Er kan geen sterke sociale zekerheid zijn als er geen culturele homogeniteit is. Zeker. Als er geen solidariteit met je buurman, dat je niet dezelfde taal spreekt, ja, dan gaan we niet solidair zijn met elkaar. Het begint allemaal daarmee. Vlamingen hebben recht op hun eigen natie, hun eigen land. En dat land Vlaanderen, dat moet vooral heel Vlaams en heel veilig blijven. Zullen we beginnen aan de uitsmijter? Dat is Tournee Generaal. Dan tel ik al een belletje. Tournee Generaal. Enkele vragen die wat minder politiek zijn. Okay. Wouter, als je moet kiezen, bier of wijn? Wijn. Ik ben een wijndrinker. Een wijndrinker? Ja. Okay, als de whisky op is, dan gaan we naar de wijn. Ja. Immanuel, Netflix of boeken? Boeken. Boeken? Netflix is hetzelfde als televisie, is ideaal om in slaap te vallen. misschien een vraag voor u beiden, wat is nu eigenlijk de echte hoofdstad van West-Vlaanderen? De economische hoofdstad is Kortrijk. En het hart van West-Vlaanderen is Roeselare. Dus voor mij is het allebei. We moeten opletten dat we Stefan Sintenbeek die buiten staat te wachten, die hard te roepen. Nee, Brugge uiteraard. Die is aanwezig met de Brugse zon. Wat is uw favoriet sociaal media kanaal, Immanuel? TikTok of Instagram? Dat is pas een tekstvraag. Instagram vermits ik niet actief ben op TikTok. En kunnen we een draai wat vinden op sociale media? Want het heeft toch wat langer geduurd, hè? Dat heeft inderdaad wat langer geduurd. Dat is wel een beetje uit mijn comfortzone. Dat klopt wel. En Wouter, je bent echt een republikein. Als je zou moeten kiezen, koning Willem-Alexander of koning Filip? Willem-Alexander, en dan toch als republikein? Ja. Schuilt er een heel Nederlander in u? Of? Ja, dat wel. Ik ben eigenlijk voor samenhang tussen Vlaanderen en Nederland, omdat wij, denk ik, ook economisch zeer goed samenpassen. Nee. Maar dat is natuurlijk een discussie. Laat ons eerst Vlaanderen meer bevoegdheden naar Vlaanderen en dan in een tweede stap kunnen we dat eventueel overwegen. Maar met Wilders aan het bewind in Nederland zou ik dat natuurlijk nog sneller... Ik kan u zeggen, uit persoonlijke ervaring, ik ben getrouwd met een Nederlandse. Er zijn ook enkele culturele verschillen. Ja, en ik moet zeggen, wij Vlamingen ten huize van Grieken, Delvenal is het onderspit. Immanuel, zet je een kattenmens of een hondenmens? Ik ben eigenlijk een kattenmens. Mijn vrouw noemt Katlijne. Ik kan niet anders. Maar we hebben ook een huis hier. We hebben een poes. Jammerlijk genoeg, we hadden twee poesjes, maar er is eentje, achtergebleven. We zijn nog op zoek. Moest er iemand weten waar onze tweede poes is? Lilo is al 6 weken vermist. Oh. Dus we blijven naastig doorzoeken. Heb je eigenlijk huisdieren, Wouter? Ik heb geen huisdieren. Nee? Ik had vroeger een hond. Maar ik ben wel een hondenmens. Daar moet ik eerlijk zijn. Ik ben dan eerder een hondenmens. Als je huisdieren hebt, moet je er tijd voor kunnen maken. Ja. Ik heb ook een lange hond gehad, maar daar moet je inderdaad veel tijd voor hebben. Maar je hebt er wel veel vriendschap en trouw van. Eentje voor u, Wouter. Je moet kiezen... Van Kuykenburne of Melissa de Prater van Vooruit? Dan nog Melissa van Vooruit. Komt het ooit goed tussen u en Mr. Q? Oh, ik heb geen enkel probleem met Vincent van Kuykenburne. Het probleem ligt vooral bij hem. Als Vincent zou zeggen tegen mij, Wouter, we gaan een pint pakken en we gaan er een keer goed over praten, voor mij geen enkel probleem. Ik heb persoonlijk tegen hem geen enkele aversie of zo.
Politiek is natuurlijk een andere zaak. Hij ik heb heel veel bemerkingen. Ja, ja. Hij is de oorzaak hoe dat Kortrijk van een mooie stad helemaal de dieperik is ingegaan. Voilà. En ook, hij heeft de stad niet alleen in de handen van links gegeven, maar ook op federaal niveau heeft hij ondertussen al zijn stempel nagelaten. Maar dan in negatieve zin, eigenlijk is de straffeloosheid die wij aanklagen, is nog absoluut niet aangepakt. Helemaal niet. En heeft dat wel beloofd en heeft die belofte niet nagekomen. Maar zo kennen we hem natuurlijk, als de man van de gebroken beloftes. Hou ons op de hoogte van het gesprek. Hè. We komen zien. Laatste vraag. Wat wordt de best scorende provincie voor het Vlaams Belang op 9 juni 2024? West-Vlaanderen. Goed. Daar hou ik jullie aan. Ja. Bedankt om te komen naar mijn cafeetje. En jullie bedankt om te kijken naar deze uitzending van Toogpraat. Dit is Toogpraat met Tom van Grieken. Een unieke politiek incorrecte podcast. Geen taboes, geen woke-onzin. Gewoon een gesprek. Opgelet, sommige meningen kunnen kwetsen en dat is niet ons probleem.